Ja, ik ga even wat, wat rechterop staan. Doe je even je das even goed. Doe mijn jasje toch even vast, ook als ik aan tafel. Dat ga ik niet, hè? Want we krijgen een hoog bezoek. Hij is nog tot 2 januari burgemeester in deze stad. Ruud Vreeman. Meneer Vreeman, gaat u zitten. Fijn dat u er bent. Het kon nog net. Ja. Ja. Nou, vorige maand ook nog gekund, in december ook nog, maar goed. Is dit nou ook een beetje de officiële aftrap van uw afscheidstournee? Nee, want ik heb helemaal geen tournee. Nee, helemaal niet gewoon. Nee. U gaat met stille trom, vertrekt u weer uit de stad? Nee, we gaan een feestje geven als ik wegga. Oh ja, natuurlijk het nieuwjaarsfeest natuurlijk. Dat is uw laatste optreden dan door burgemeester. Ja. Tot 2 januari, omdat u nog zelf graag de oudjaarsnacht wil coördineren. Hè? Dat is te doen nou, gebruikelijk. Dat was mij eigenlijk meer een geste naar de nieuwe burgemeester. Om ervoor te zorgen dat... Oud en nieuw, dan moeten we altijd hier een hoop organiseren in deze stad. En als jij helemaal niemand kent, dan is het lastig. Als dan zoals ik, die het al een jaartje hebt meegemaakt. Peter den Oudste volgt u op. Is weer een PvdA. Daar waren wij een beetje verrast over allemaal in deze stad. Waarom? Nou ja, we dachten D66 wint de verkiezingen. Dat was een roep om een jonge burgemeester. Waar eigenlijk een soort van biseksuele jonge vrouw in een rolstoel verwacht, volgens mij allemaal. Maar werd het toch weer Peter den Oudste. Nou, kijk, het is denk ik steeds meer tegenwoordig zo dat die vertrouwenscommissies die kijken in mijn ogen steeds minder naar politieke kleur. En die kijken gewoon naar het profiel wat ze gemaakt hebben en wie daar het beste bij past. En de oudste komt daar het beste uit. Ja. Is het een. Wat zijn kwaliteiten? Wat kunnen we verwachten van hem? Nou, U kent hem natuurlijk goed. Ja, dat is natuurlijk een hele. Hij is een Noordeling van oorsprong. Hij komt uit Fries, hè? Ja, dat is ook gevoelig. Mm-hmm. Nou, dat is heel goed. Ik ben zelf een halve Fries. Jelte is ook een Fries. Ook een Fries, ja, helemaal goed. Is dat. Ja. Nou ja, en hij is en in Meppel en 9 jaar in Enschede burgemeester geweest. Een hele ervaren man. Hij is korpsbeheerder geweest, dus hij heeft ook veel met de veiligheid van doen te hebben. Ik denk dat je gewoon een hele degelijke en ervaren burgemeester bent. We gaan het zien. We gaan hem uitnodigen hier. Dan kunt u hem zelf vragen. Misschien veel makkelijker. U bent natuurlijk een tijdelijke bezoeker in Groningen. U bent hier iets meer dan een jaar meteen geweest. Wat voor stad trof u aan een jaar geleden? Nou ja, het was natuurlijk voor mij een hele wonderlijke cirkel. Hè. Ik ben 45 jaar geleden heb ik hier gestudeerd, begin jaren 70. En dan kom je dus, ik heb hier ook gewoond en mijn vrouw heeft hier gewerkt. Dan zit je de hele tijd te kijken van hoe was het toen en hoe was het nu. Mm-hmm. En eerst heb ik gewoond in Meerstad op zo'n drijvende woning. Dus dan was een beetje een wonderlijke ervaring. U heeft dat dus wel gewoond? Dat woont verder helemaal niemand namelijk? Ik heb daar een maand gewoond. Ja. En toen ben ik op de Grote Markt gaan wonen. En dan zit je dus de hele tijd wel na te denken van hoe was het toen en hoe is het nu. En voor een deel kan je zeggen dat de sfeer van de binnenstad, die komt wel een beetje overeen met mijn herinnering. Het grote verschil is eigenlijk alles is meer. Dus de hoeveelheid studenten, ik was me daar helemaal niet van bewust. Maar op de universiteit in begin jaren 70 studeerden 7000 studenten, nu 30. Ja. En ook de hele horeca. En als ik dan zo s'avonds op mijn balkonnetje sta, wat daar dus 's nachts dan de stad intrekt. Ja, het is allemaal massaler, zou je kunnen zeggen. Maar ik sprak u tijdens het Let's... Nee, volgens mij begin dit jaar, tijdens een soort van evaluatie van het Let's Grow Festival, wat zo meteen nog even voorbij komt. En toen gaf u aan, wat u ook opviel, was dat er grotere verschillen zijn tussen arm en rijk in deze stad. Nou ja, ik heb dus gezegd al heel snel, het is echt een... En dat was ik als student veel minder bewust. Alhoewel, toen was ik ook wel bezig met Oost-Groningen. Maar het is een stad met twee gezichten. Enerzijds is natuurlijk de hele wereld van de kennisinstellingen, hoogwaardige ziekenhuizen, talent, innovatie, nou, al die termen. En aan de andere kant zijn er een hoop kinderen in deze stad ook die geen goed ontbijt krijgen, zeg maar zeggen, als een metafoor van ook een armoedevraagstuk. En dat is denk ik wel verminderd. Ik denk de werkloosheid was toen ik studeerde groter dan die nu is. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk nog steeds echt een geweldige opgave om die twee sferen bij elkaar te brengen in de zin van dat je eigenlijk niet mag accepteren dat in een stad als Groningen dat er armoede is. Een burgemeester moet toch altijd een beetje tussen de partijen staan. Er is nu sinds kort, kun je nog steeds zeggen, een nieuw college. Gaat dat met dit college gebeuren? Het verkleinen van die verschillen? Nou, ik vind dat er al een hele lange lijn is van een zoektocht. Hoe kan je ervoor zorgen dat met armoedeprogramma's, met activeringsprogramma's, om ervoor te zorgen dat die kloof niet groter wordt. Maar hij is nog steeds wel aanwezig en ik denk, ik zeg al heel vaak, lokale politiek is eigenlijk bijna altijd in zijn aard progressief. Omdat niemand zich kan permitteren en niemand dat ook wil, of je nou van de VVD bent of van het CDA, van de Partij van de Arbeid. Niemand wil in deze stad
armoede op straat zien. Die wil niet zien dat kinderen naar school gaan zonder dat ze goede schoenen aan hebben. Dus iedereen is daar wel mee bezig. Mm-hmm. En dan kan je over de maatvoering praten. Je kan praten of het allemaal effectief is. Maar er is een hele grote consensus in de gemeenteraad van Groningen dat je dat niet moet willen. En dat zit dus ook in het nieuwe programma van het college. Maar ook in de oppositie, iedereen, SP natuurlijk ook, iedereen zegt we moeten die afstand niet vergroten, maar verkleinen. Er is een nieuw college bestaande uit mannen. Hè? Ja. Jong college is al veel over gezegd ook bij Stand van Stad. Nu heb ik in de wandelgangen gehoord dat ze u zelfs opa noemen. Klopt dat? Ja, dat is ook niet erg. Want ik ben is dat waar? Noemen ze u gekscheid opa? Nou ja, ik zeg opa? Altijd, ze zijn nog in een bed plassen. Oké. Okay. Ja. En dan mogen zij mij opa noemen. Ja. Ja. Dat is ongeveer de deal die we met elkaar hebben. Denk je dat Peter den Oudste dat ook pikt? Dat is ook een opa eigenlijk, hè, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of hij opa is, maar ik ben het wel. Ik heb 3 kleinkinderen. En qua leeftijd is hij ook wel redelijk opa, toch? 62? Ja, hij is ietsje jonger dan ik, maar niet zoveel. Nee. Ja. Denk je dat iets gaat veranderen? Dat hij moet eigenlijk, ik bedoel, die 5 mannen zijn met elkaar natuurlijk wel redelijk stevig nu. Hij moet eigenlijk, krijgt hij een ontgroening, denkt u? Nou, dat zie ik zo af en toe. Ja. Kijk, weet je, besturen heeft te maken, dat is natuurlijk een serieuze activiteit, maar... Als je met zo'n groep werkt, dan is natuurlijk humor niet onbelangrijk. Nee. En daar hoort ook bij dat je eens uitdeelt en dat je reïncasseert. En dit zijn natuurlijk jonge jongens. En 2 zijn onder de 30. Er zijn een paar erin binnen 40. En ik ben 66. Dus dat is een... als je daar niet mee om kan gaan... Het is natuurlijk ook wel een beetje de humor van de voetbalkleedkamer. Hè, daar moet je mee om kunnen gaan. En dat is... Zij proberen mij wel eens een beetje uit, maar dat doe ik bij hun ook. Goed om te weten. Tijd voor echt serieuze zaken, namelijk er komt een boek van uw hand. En die is getiteld Mijn Kleine Grote Markt. Waarom moest dat boek er komen? Heeft u al iets bij u trouwens? Het verschijnt... Nee, dat wordt nu gedrukt. Mijn Kleine Grote Markt. Nou, het is een klein boekje. Boekje dan? Nou, dat vloeide eigenlijk voort toen ik... Ik woon dus naast Martinikerk in de flat, was net ook op een foto. Dan stond ik een beetje over mijn balkonnetje zo naar buiten te kijken en toen... dacht ik van, wat is dat? Dat zijn eigenlijk 2 dingen. Wat voor gedachten komen je op dan? En anderzijds, wat voor beelden zie je? Want die markt is ongelooflijk fascinerend. Hè? Dus de huiskamer van Groningen. En ik woon eigenlijk in de serre van de huiskamer. Je woont boven de ABN AMRO, geloof ik. Ja, hè? Boven de ABN AMRO. En dan zie je dus 24 uur rond wat daar gebeurt. En dat heeft te maken met mensen die het schoonmaken. Nou, we hebben foto's, want u heeft verhalen geschreven, columns, spiegelingen. Nou, u heeft zelf foto's gemaakt. Daarom heb ik 2 projecten tegelijk gedaan. 12 gedachtes opgeschreven. En ik heb foto's, en mijn vrouw ook samen hebben foto's gemaakt. Wat wij interessante beelden vonden van die markt. En tegenover de vogeltjes zet ik nu de mensen. Ja, de mensen. We hebben volgens mij 10 foto's geselecteerd. We kunnen daar kijken, hoor. Dan kunt u misschien makkelijker zien. Ja. We moeten een beetje naar voren. Dit zijn inderdaad 2 straatvegers. Nou ja, die heb ik ook laatst bezocht. Want het viel mij dus op. Ik ben natuurlijk in meer steden burgemeester geweest. Dat die markt wordt ontzettend goed schoongehouden. Dus als je dus vanochtend om 8:00... Ligt nog kots? En dan een uur later. En deze mensen doen dat heel systematisch. Dus ze vegen dus dat vuil allemaal in de goot. En dan komt de stofzuiger, noem ik dat. De stofzuiger van de huiskamer. Die veegt het op. En ik heb een tijdje geleden ben ik bij die mensen op bezoek geweest. Om ook mijn waardering daarvoor uit te spreken. En ook aan hun gevraagd wat hun motief nou is om dit werk te doen. Hè? En wat zeiden ze? Nou, geen directe baas in je nek. Ah. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ze hebben natuurlijk gewoon een programma wat ze doen. Nou, ze werken natuurlijk voor hun inkomen, voor hun geld. Ze maken behoorlijk veel uren, moet ik zeggen. En ze kiezen voor de gemeente om reden van zekerheid. Foto 2. Dat is een meneer die niet voor de gemeente werkt. Misschien ook wel trouwens, een stratenmaker. Ja, die maakt het straatje voor het nieuwe Vindicat gebouw maakt die recht. De stratenmaker is natuurlijk een... zwaar beroep. Ik heb vroeger achter Gerry Kneteman gewoond, de beroemde wielrenner die ook stratenmaker was. Die zei, het is het enige beroep waar als je hard werkt achteruit gaat. Tja. Dat is mooi. Foto 3. Ja, ik dacht de kermis die moet er ook in, want u bent natuurlijk burgemeester van Tilburg geweest met de grootste kermis van Nederland. Hoe is dan die kermis in Groningen eigenlijk? Nou, dat is klein spul. Klein spul, hè? Ja, stel niks voor. Nee. Nee, de kermis in Tilburg is 4,5 kilometer door de stad, meer dan 1 miljoen bezoekers. Maar dit is wel een mooi beeld, omdat dat hooghout is natuurlijk op dat Vindicat gebleven als historisch merkteken. Het is natuurlijk toch wel heel mooi, die mensen die, als je veel drinkt, dan ga je ook zweven. En dat doen deze... Ah, oh, wauw. Mooi beeld. Dit weet... denk ik te plek. Ja, nee, prachtig. Die houden we erin. Foto 4. Ja, ik dacht deze foto, die waren natuurlijk eerst uw grootste vijanden. Die anekdote is vaak opgerakeld. U heeft ooit een keer een trein met FC Groningen supporters teruggestuurd.
deze mensen hebben u echt innerlijk gehaat. Hè? En tegenwoordig bent u de grootste vriend mensen geworden. Heeft u het toch goed aangepakt? Nou, toen ik op het toneel op het podium kwam, toen was er dus een gemengd beeld. Dat is voor een burgemeester al een geweldige prestatie. Ja. Bij voetbalsupporters. Wat natuurlijk pijnlijk is voor de Groningse supporter, is dat het door hun nogal besmuikt benaderde, beoordeelde Willem II nu hoger staat dan de FC. Foto 5. En door. Dit is het sporten op de grote markt. Er gebeurt veel, er zijn veel sportactiviteiten. De foto's kunnen een beetje onder. Er zijn foto's in het boek die gaan over werken. Er zijn foto's die gaan over sport. Dit is dus het leuke van de markt. Dit is dan een hele dag clinics voor basketbal. Mm-hmm. Dus daarachter, dit zijn allemaal kinderen die onder leiding van een hele leuke trainer met de basics van het basketbal bezig zijn. En daarachter zijn allemaal wedstrijdjes. Nou ja, dat vind ik dus echt, dat op de markt plaatsvindt, net zoals als kleine voetbalpartijen. Ja, dat gebeurt veel. Ontzettend leuk. Er zijn dus honderden kinderen zijn er lekker aan het basketballen. Foto 6. Ja, patat van de Bel. Ik heb gehoord, u leeft eigenlijk op sigaren, patat en ijs. Nou ja, ik heb... Ja. Kijk, ja. Moet je niet te gek maken, want mijn vrouw zit in de zaal. En voordat je het weet, krijg ik alleen nog maar slaven straks. Dat heeft hij vaker meegemaakt. Ja, kijk, ik beschrijf mijn biotoop. Ik ben natuurlijk eigenlijk toch een halve student met chauffeur en met geld. Hè? Dat is mijn nieuwe baan. Ja. Die worden genoteerd. Kijk, de manier van de gezinswoning, die schrijft meteen mee. Hè? Nou ja, en daar is dus de Belg Waterloo, dus Harry Waterloo, die heeft dus heel gek twee kramen achter elkaar. Ja. Met 30 meter ertussen. Hij heeft mij eens wel eens proberen te vragen waarom dat niet anders kan, maar goed. En die heeft dus de beste patat, nummer 16 van Nederland. Hè? Dat zijn die details die ik dan weer weet. U houdt er echt van friet, toch? Hè? Ja, dat is eigenlijk geweldig. En hij heeft liefdeskruiden. Zou u een frietje willen? Zeg maar, we nu een patatje zouden regelen. Gaat er wel in, hè? Ja, kan iemand even een patatje regelen voor de... Nou, maar wel voor Waterloo, hè? Nou, hier, moet je zien. Dat is gewoon SOB speak. Kijk. SOB speak. Maar wel met... Maar dat slaan, daar flikkeren we gewoon meteen weg. Toedeledokie, hè? Ja, toedeledokie. Gewoon patat. Gadverdamme, een vieze rommel. Maar het is wel een hele mooie foto. Twee Antilliaanse vrouwen. En dat hele concept van hem, dat het Belgisch en zo. En hij heeft dus liefdeskruiden op zijn, op zijn patat. Ja. Zullen we naar foto 7 gaan? Ja, moet ik doen. Vind ik dat? Ja. Bier drinken, midden op de dag. Gemeentegevoelens over Groningen, hè? Hebben wij altijd over, vind ik. Aan de ene kant houden we van ze, aan de andere kant haten we ze soms. Ik heb dus een eigen verhaal. Een van die hoofdstukjes in dat boek heet Een student in drie werelden. Dus ik was bij een hele radicale linkse studentengroep, zat ik. Ik werkte part-time. Mag ik een patatje van die oppassen ondertussen? Nou, niet te veel, hè? Oké, nee, pak een hele kleine. En werkte bij het NVV, dat waren gewoon min of meer gematigden. Maar ik hokje in het eerste van voorwaard. Hmm. Dus ik was het eerste niet-koorlid wat speelde in het eerste van voorwaard. Dus ik ken dat milieu wel heel goed, want wij waren natuurlijk we speelden goed, we waren een derde van Nederland, echt heel goed. Dus we hadden wel een binding met die sport, maar ik heb altijd ook een beetje een soort ambivalente... Want? Nou ja, ik werd ten eerste, ik was natuurlijk de linkse jongen daar. Oh, ik was zo 20 jaar en was een beetje de linkse. Er waren veel medische studenten en dat was natuurlijk ook wel een beetje... Dat was ook wel een groep die status had binnen het koor. Die botheid, die was dan natuurlijk ook wel... Dus overigens, in de prestatiesport is die botheid soms ook wel nuttig, kan ik je vertellen. Maar dat was ik een beetje een buitenbeentje. En dat was ik eigenlijk ook weer binnen die radicale studenten. Want dan was ik weer een beetje... Te rechts misschien. Dat waren allemaal CPN'ers en ik was van de Partij van de Arbeid. Foto 8. Ja, niet huppelen. Ik dacht, is dat uw levensmotto? Dat het tussen zit? Nou, deze komt niet in het boek, want ik vind het niet zo'n goede foto. Maar het is wel geestig. Ja, ik vond het... Kijk, verboden te huppelen. Hè. Dat is dus een affiche op het theater, Grand Theater. Deze man die is bezig met een activiteit in het kader van de parkeergarage. Nou ja, het idee dat je niet vrolijk mag zijn. Dat is een geintje, hè? Natuurlijk is het. Toen denk ik een theater voor zich. Ik wil niet flauw doen, hoor. Nee, ja. Maar is een geintje niet leuk om een geintje... Oh ja, sorry. Neem nog maar een patatje, Bram. Foto 9. Ja, dat vond ik een heel lugubere foto, meneer Vreeman. wat wil u hiermee zeggen? Nou, die nemen we ook niet op. Oh, niet? Oh. Nee, want het is... Mensen zien dus foto's die het boek niet halen. Het is heel exclusief. Ja, deze heeft het boek niet gehaald. Ja. Nou ja, omdat we natuurlijk toch wel... Het is natuurlijk toch een bruskerende foto. Het is wel kunstzinnig, hoor.
Ja, maar ik heb, het is ook niet expres gebeurd of zo. Want deze foto, de rechterkant, komt op een bepaalde manier wel in. Ja, ja, ja. Het idee dat een vrouw zonder deze foto heeft hij per ongeluk genomen. Wilt u dat zeggen? Ja, nee. Nou, de rolstoel, dat was niet de bedoeling. De rolstoel is per ongeluk. Oh, de rolstoel is per ongeluk. Oh, dat zie ik nu pas. Ja, ja, dat, ja, daarom lachen ze. Dat maakt het wel wat dramatisch. Een vrouw zonder benen, die kijkt naar benen. Oeh, ja, maar eigenlijk kan toch een hele goede juist. Zeg maar, een echte fotograaf, ja, u bent ook een echte fotograaf, die zou deze foto natuurlijk opnemen in zijn boek. Ja, dat doe ik niet. Oké, foto 10. Ja, uw favoriete collega's van D66. Komt ook niet in het boek. Nee. Sowieso niet. Ja, maar keihard doorgeselecteerd. Ja, heel goed. Ja. Keihard doorgeselecteerd. Bespiegelingen en foto's. We kunnen de foto's verdelen in sportfoto's, werkfoto's, cultuurfoto's en straatbeelden. Straatbeelden gewoon, inderdaad. Ja. Wanneer verschijnt het boekje? 2 januari? Of net voor januari? Een beetje zo in de maand december, denk ik. U gaat dus weg uit Groningen. Wat gaat u doen zo meteen? Nou ja, stap ik in de auto en rijd ik naar Tilburg terug. Ja, en dan? Heeft u al iets nieuws? Nou ja, ik heb altijd allerlei dingen gedaan. Hè. Ik heb goed toezicht houden in het onderwijs. Ik zit in het betaald voetbal, het ijshockey, het Zuidelijk Toneel. Dus een beetje cultuur, onderwijs, bedrijfsleven. U gaat u niet vervelen. Wat gaat u het meest missen hier? Nou, ik denk dat ik wel een soort, in alle eerlijkheid, een. Ik wil niet zeggen dat ik een traan zal laten, maar. Oh, mooi. Goed. Ik heb wel, dat komt wel een groot sentiment bij mij boven. Ja. Heeft u wel alles uit deze stad gehaald wat erin zit, vindt u? Zeg maar, heeft u alle vieze deurtjes geopend en zo? Kent u wel alle ins en outs? Nou, alle vieze deurtjes weet ik niet. Die weet jij blijkbaar, maar die weet ik niet. En heeft u houdt van de blues, hè? Ja. Ja. U heeft een afscheidsboekje gemaakt. Wij hebben alvast even een afscheidsbluesje voor u gemaakt. Ja? Jelte, take it away. Oh, Vreeman. Die is bijna klaar. Oh, beste Vreeman, het duurde maar een jaar. Oh, Vreeman. Heb je wel eens een eierbal uit de snackautomaat van de hoek gehaald, erop gespuugd en weer teruggedaan en het vakje dicht gedaan? Nou? Nee. Nee, dat is wel een beetje raar. Oh. Dat is toch iedereen in Groningen? Nee, dat hoort erbij. Als je in deze stad woont, dan heb je dat ooit een keer gedaan, volgens mij. Goed, nou ja. Oh, vreemde. Tot hier je termijn. Oh, beste vreemde. En dat doet toch wel een beetje pijn. Een beetje pijn. Een beetje pijn. Vreeman, heb je wel eens straal bezopen? Je haalde huis net niet meer. Je zag het stadhuis staan. Ik dacht van ja, ik kan naar huis lopen. Ik kan het ook even hier doen. Dus tegen de achterkant van het stadhuis staan geplast. Nou? De burgemeester zwijgt. Nou, het zou ook wel echt zo moeten zijn. Ja. Oh, Vreeman. Tabé, man. Het was kort en krachtig, maar ook mooi en prachtig. Tabé, man. Tabé, man. Nooit meer met Roeland en Paul, Joost, Tom en Matthias. Serieus, ouwe hoeren over al deze boeren. Tabé, man. Nog één keer allemaal, dames en heren. Nooit meer met Roeland en Paul, Joost, Tom en Matthias. Serieus, ouwe hoeren over al deze boeren. Tabé, man. Ruud Vreeman, dames en heren. Kan er ook nog een blues spelen? Wat? Kan er ook een blues? Ga uw gang. Nee, hij gaat een blues voor spelen. Oh. Well, I got a brand new mama. She lives in Sugar Hills. Down in Louisiana near the cotton fields. She sells the whiskey. Be a wine teen. She makes more money than 1,000 men. Well, she's a cool operator. Yeah, 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 there ain't no doubt. Come on, yeah, whoa! She's so good looking, she loves to find. What men like about her is she always takes the time. Women are jealous about her, they're calling out her name. Men are crazy about her, but she makes it just the same. But she's a cool operator woman. Yeah, 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 there ain't no doubt. Tell him, Mayor, you tell him. Come on! Cool operator. Cool operator. She's a cool operator. Cool operator. She's a cool operator. Cool operator. Cool
cool operator. Cool operator. She's a cool operator woman. Yeah, 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 there ain't no doubt. Oh. Ruud Vreeman! Meneer Vreeman, ik ben taf, ik ben taf. Goed, waar waren we? Volgens mij hadden we nog suiker.